Here at the National Library, one of the most famous atlases of the 17th century is preserved. The Atlas Blau van der Hem of Dutch origin. Ja, in het verleden zijn al een paar pogingen ondernomen om die Atlas van der Hem onder een facsimile van uit te geven. Maar dat is eigenlijk nooit is dat voltooid. En daarom is het nu prachtig dat het nu eindelijk gelukt is om een aantal delen in facsimile uit te brengen. The idea of making an exact copy of the Atlas originated in the rustic surroundings of Uthoy, a stone's throw from Utrecht. The first plans were concocted at the headquarters of Hess and de Graaf Publishers and Forum Antiquarian Bookseller. The brain behind this bold operation is Bas Hesselink. Ja, het was in het begin gewoon onwerkelijk. Maar omdat we in het antiquariaat alleen maar in topkwaliteit handelen, was een inferieure kwaliteit facsimile, daar konden wij niet aan voldoen. Dat wilden we niet. Dus we hebben gezocht naar de manier om een zo perfect mogelijke facsimile helemaal op 17e eeuwse wijze gebonden om die te produceren. Toen het idee geboren is, hadden we geen idee wat er ging gebeuren. En toen kwam een telefoontje van een oud leerling van mij. Ik ben met iets geks bezig, mag ik eens komen praten? Ja, zo ga je aan de gang, maar ja, waar je eindigt weet je nog niet. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dat we toch de productie hebben gestart. Der Atlas Blau van der Hem ist der wirklich bedeutendste Atlas weltweit. Het is de enige atlas met zoveel originele tekeningen en handgetekende kaarten. Als geheel is het een hoogtepunt van 17e eeuwse cultuur. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met de Nachtwacht van Rembrandt. Daar kan je ook de waarde niet van uitdrukken. En tenslotte was het ook verreweg het mooiste. Thank you.